Nu overvalt mij plots toch weer die beetje beklemming zo. Ineens, ah ja, goh, heel de middag opgesloten. Ik heb op geen enkel moment in de 10 jaar dat ik hier gezeten heb, een vrouw gezien. Eigenlijk dat college hier, dat was eigenlijk een beetje gelijk de berg Athos. Dat is zo een Griekse berg en daar mogen geen vrouwelijke, er mogen zelfs geen geiten op. Dus ook geen vrouwelijke dieren. Is dat Lien, Mina? Dat is dus een groot verschil. Ja, toen ik hier zat, werden altijd bij hun achternaam aangesproken. En ook onderling. Niemand had een voornaam. Je kreeg les van de goossens. En ik was de leier en ik zat naast de Van der Linden. Ik heb thuis nog schriften liggen van het college en alles wat er in die schriften staat, klein beetje genoteerd. En voor de rest is dat allemaal gitaarstelen of een orkestje, weet je wel. Heel een dag zat ik dat te tekenen. Ik ga jullie een aantal blinde kaarten bezorgen. Ik lees altijd over zo Jeff Gerards en Dirk Thielemann en die ze zweten en dat streng. Ik herinner me dat helemaal anders eigenlijk. De Dussen die vertelde over de soldaten in Vietnam en dan de graven die las voor van uit een boek van Henri Roggeman over dat ze naar je lag te masturberen. Ja, er was helemaal zo geen... Wat kreeg je Marx te lezen? Dus je had helemaal niet een soort afgeschermd gevoel of zo. Wat zijn jullie slim, zeg. Ongelooflijk, hè? Ik herinner me ook vooral dat er een sfeer hing van... Er werd van u verwacht dat je uit uzelf wist wat dat mocht en niet mocht. Ze speelden echt gewoon op het papa is niet boos, papa is teleurgesteld gevoel. Dat is dus een zweet. Die begint niet te schelden van zet is stil en bla, bla, bla. Nee, die komt naar u en die zegt... Zet een beetje nerveus of zo. Een beetje slecht geslapen, een beetje, weet je wel. Dus direct zo van, denk daar maar eens goed over na.